Deze Miao-foto is wel echt geniaal trouwens. Die wil ik wel. Die is echt super tof. What up YouTube, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikachu en vandaag gaan we beginnen met een kleine nieuwe serie. En die serie is Pokémon Snap. Pokémon Snap is een game die is ooit op de Nintendo 64 verschenen. Dat was in 2000 en eigenlijk is het gewoon de bedoeling dat je foto's maakt. Normaal speel je met Ash of met Red of met whoever je wil. En hier, je ziet het al, spelen we met Todd. Die we kennen natuurlijk uit de anime. Hoe zal ik hem noemen? Ik noem hem wel even Rikachu. Kan hij meer tekens invoeren dan alleen Rikachu. Dus dan noemen we hem maar gewoon Todd, net als in de anime. We zijn op bezoek bij Professor Oak en je zit eigenlijk gewoon op een soort van kart. En dan ga je gewoon de wereld in. Een soort van mijn karretje is dat. En dan moet je gewoon foto's maken. Zo simpel is het. Het is een zonnig strandje waar we nu als eerste naartoe moeten. Het ziet er leuk uit. En ja, de beach. We gaan lekker naar het strand. Wat voor Pokémon zullen er allemaal op het strand zitten, jongens? Nou, sowieso Krabby's verwacht ik hier wel. Kijk, dit is ons autootje. Hier zitten we in. Super awesome. En even kijken. Ah, we moeten Z indrukken. En dat is de linkerkant. De rechterkant doet het niet. Hoppakee. Onze eerste foto hebben we gemaakt. Hoppakee. Onze tweede foto hebben we gemaakt. Hop. Nice. Onze derde foto. Yes. Allemaal super mooi. Kunnen we ook sturen? Yes. Nu kunnen we ook sturen. Zo. Hop. Hey, hey, hey. Oh, oh shit. Wacht even. Ik moet even wennen. Hij staat op tegengesteld sturen. Daar ben ik zo niet gewend. Hier hebben we een Pikachu. Dodio. Dodio. Butterfree. 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 Kunnen we nog een keer Pikachu? Ja, kijk, daar is die. Nice. Hoppakee. Hop. Yes. Oké. Okay. Oh. Nog meer Butterfree's en een Dodio. Oh, wat mooi. Wat een mooie foto's, Todd. Wat een mooie foto. Oh, nice. Hoppakee. Butterfree. Ah, en je ziet dat ik ga af en toe echt de verkeerde kant op. Gewoon puur omdat ik niet gewend ben om tegengesteld te sturen, jongens. Ik kan het hier niet aanpassen. Ik heb net al... Hey, kijk nou. Snorlax. Hallo? Snorlax. Word wakker. Word wakker. Nee, nu gaat hij nog niet wakker worden. We krijgen straks ook allemaal items waarmee we dus Pokémon iets kunnen laten doen. Hey Miauw, hoe is het? Hoppakee, mooie foto. Yeah, awesome, awesome. Miauw hebben we, Dodio hebben we gevonden. We hebben Snorlax die lag lekker te pitten. Geen Krabby's. Ik dacht we gaan wel wat Krabby's vinden, maar die hebben we nog niet gevonden. Oh, even goed om ons heen kijken natuurlijk, want anders missen we straks iets. Hey, hallo, Miauw. Yes, dat is een mooie foto. Oké. Okay. Wat hebben we hier? Nog meer Butterfree's. Butterfree's zijn er genoeg. Oh, Pidgeys. En nog... Hey, cool. Hallo, Miauw. Moeten we jou volgen of niet? Hey, Lapras. Ah, oh, nee, die hebben we net gemist. Ah, oh, dat was een Lapras. No. No. Die... Oké, okay, dan moeten we onthouden dat we daar een Lapras kunnen vinden. Zit hier nog wat? Nee, niks. Niks. Helemaal niks. Ik hoor wel een Butterfree in mijn oor. Ja, daar nog een mooie Butterfree. Yes, hoppakee. We moeten wel echt goed richten zo te zien, want anders doet hij niet. Hij moet volgens mij echt in het midden van de lens. Oh, Dodio. Ah. Yes, yes, Dodio. Woo. Awesome. Oh, daar is weer een Miauw met een Pidgey. We moeten ze wel van de voorkant fotograferen, want anders... Oh, kijk nou, een Kangaskhan. Awesome. Kangaskhan. Wel vanaf de achterkant, dat is wel jammer. Draai eens om, jongen. Draai eens even om. Nee. Oh, die was wel tof. Hij maakte een sprongetje. Dat was wel nice. Gaat hij nog wat doen? Nee, hij blijft lekker met zijn rug naar ons toe staan, zo te zien. Helaas. Jammer, we hebben wel een Kangaskhan gevonden. Oh, twee Pidgeys. Wel vanaf de achterkant. Draai ze zich nog om? Nee? Nee. 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 Oh, Miauw. Miauw. Er zijn wel veel Miauw hier zo. Oh, nice. Oh, wat gebeurt er? Oh, ze zijn aan het vechten. Ze waren gewoon aan het vechten. Oké. Okay. Oh, en dan zijn we volgens mij alweer bij het einde gekomen van dit level. En dan moeten we straks dus een aantal foto's uitkiezen die we mooi vinden. We krijgen dus straks ook items, dat we ze dingen kunnen laten doen. Dan kunnen we misschien voor zorgen dat die Kangaskhan zich omdraait ofzo. Of misschien kunnen we dan die Lapras iets dichterbij halen. Oké, okay, one picture. Oh, ik dacht al, one picture has been taken. Ik heb veel meer foto's gemaakt. Hoeveel foto's hebben we gemaakt? 49 foto's hebben we gemaakt. Even kijken hoor. Dan moeten we hier dus gaan kiezen welke foto we het mooist vinden. Oh, deze, denk ik. Die is wel tof. Ja, deze is wel tof. Daar zit dan een stempeltje op. Dat is dan voor Pidgey. Hoeveel foto's hebben we van Pikachu genomen? 3. Dan gaan we voor deze, denk ik. Dan moeten we nu een foto kiezen van Dodio, denk ik. Of van Butterfree. Oh, deze is mooi. Nee, die is niet mooi. Hij is niet goed in het midden. Deze. Ja, die kiezen we.
Dan hebben we nog Miauw. Deze is wel leuk. Die is misschien wel leuk. En dat was het. We hebben Butterfree, Miauw, Pikachu, Pidgey. En dan moeten we nu naar Professor Oak. Moeten we die foto's gaan sturen. 4 foto's. En dan gaan we nu kijken wat Professor Oak ervan vindt. Of die het een beetje oké vindt. What's new this time? Welke foto's zijn nieuw? Welke Pokémon zijn nieuw? Deze Pidgey is nieuw. Oh, hij gaat kijken hoe groot hij is. Nou, niet zo heel goed vindt hij. De pose? Nou, dat vindt hij volgens mij ook wel oké. De techniek? Ja, is in het midden van de frame. Oh, nou, dan krijgen we dubbele punten. Super nice. En er zit nog een Pidgey op die foto, dus dan krijgen we ook weer extra punten. Nou, dat gaat goed. Dat gaat best goed volgens mij. Dat gaat best goed. Dan hebben we Pikachu. Dit is Pikachu. Hoe is de grootte? 250 punten. Yeah, de pose 750 punten. Nou, daar hebben we niet zoveel punten voor. De techniek? Ja, hij zit weer in het midden van de frame, dus dan krijgen we weer dubbele punten. Nice. Oké, de volgende. Miauw. Oh, nou, die is niet zo goed. Hij is niet zo groot. Dat is jammer. Daar krijgen we niet zoveel punten voor. En die Butterfree dan? Nou, ook matig. Hij vindt ons nog niet zo'n hele goede fotograaf volgens mij. We zijn nog niet de allerbeste. Er zit wel een extra Butterfree op, dus daar krijgen we wel punten voor, toch? Yes. Oh, 560 extra punten. Oké, nice. Hij vindt deze wonderful. En dan zullen we ook even kijken hoeveel punten we in totaal krijgen. 7150 punten. Geen idee of het goed is. You found out what the next course is if you take 2 more Pokémon pictures. Oké. Nou, hij heeft de foto's gezien. Hij heeft ze opgeslagen. En we moeten nog meer Pokémon gaan fotograferen. Dus we moeten gewoon nog een keer naar het strand. Hé, hey, maar we hebben geen... Die Kangaskhan. Kan dat? We hebben die Kangaskhan helemaal niet gezien. Dat vind ik wel stom. Oh, die is wel mooi. Die is wel nice. Oké, die moeten we eigenlijk gewoon gebruiken voor een Pidgey. Dodio. Hebben we Dodio net gehad? Ah, hij is weg. We hadden Butterfree net. Ja, nu hebben we Dodio wel. Maar... Oké. Ik moet... Oh ja, hier rechts is straks een Lapras, hè. Moeten die Lapras in de gaten houden, jongens. En een Dodio. Volgens mij hadden we Dodio net ook nog niet opgestuurd. Hoppakee. Nu wel. Nice. Ik weet trouwens niet of die ze straks op gaat tellen bij elkaar. De foto extra van... Oh, kijk daar. Lapras. Kom omhoog. Hé, net ging die toch veel later weg. Ja, nu hebben we een goede foto van Miauw. Nu hebben we een hele goede foto van Miauw, jongens. Nice. Maar, komt Lapras hier nog een keer dan? Ik denk, misschien wel. Kwam die hier? Hadden we hem net hier gezien? Lapras! Kom nou. Nee. Ja, daar. Lapras. Yes! We hebben hem. Nice. Hoppakee. Lapras hebben we op de foto gezet. En dan moeten we... Ja, die Dodio volgens mij nog. Wat een Pidgey, Butterfree, Pikachu en Miauw. Ja, Dodio hadden we net ook niet. Dus als het goed is, zitten we nu goed. Oh, daar loopt een Jigglypuff en een Eevee. Oh, of is het een Ditto? Eevee, yeah. Awesome. Die had ik net helemaal niet gezien. Maar dit... Is die nou aan het spelen met een Ditto of zo? Ik denk het. Yeah, Eevee. Yay, super nice. Super nice. Nou, die Kangaskhan krijgt wel denk ik een vraagteken. Oh, nee. Nou, we hebben hem nu wel, maar die hadden we net ook. Maar volgens mij misschien dat ik gewoon niet alle foto's opstuur. Dat kan ook. Dat zou kunnen. Dat zou heel goed kunnen. En wat als we nou gewoon onze foto's opmaken? Zo. Hoppakee. Your out of film. Dat maakt op zich niet uit, want we hadden toch alle Pokémon al die we wilden laten zien. Oké, je ziet het al. Die Dodio hadden we dus net niet opgestuurd. Dan moeten we even de beste foto uitkiezen van Dodio die we hebben. Nou, dat is allemaal niet zo mooi. Dat had beter gekund. Dodio, ik zeg je eerlijk. Dodio had beter gekund. Deze toch maar. Oké. Deze. Dan hebben we weer Pikachu. Nog een keer, denk ik. Maar daar ging ik helemaal niet voor. Pikachu, daar deed ik het niet voor. Even kijken. Deze Miauw foto is wel echt geniaal trouwens. Die wil ik wel... Die is echt super tof. Dan hadden we Lapras. Lapras, even kijken. Deze dan maar is echt heel erg ver weg. Misschien krijgen we nog wel een mooie zoomcamera. Oh, we konden nog naar beneden sturen. Kijk, hier hebben we al die Eevee foto's. Daarom ging het net mis, jongens. Daarom ging het net... Oh, deze is super cute. Deze is echt heel leuk. Die wil ik. Die is nice. Oké. Dan hebben we nog Kangaskhan natuurlijk van de achterkant. Ja, die zijn allemaal niet zo heel boeiend. Hier springt hij. Dan gaan we daar maar voor. En dan hoop ik dat we nu wel genoeg punten krijgen van Professor Oak. Oké, dan gaan we hiervoor. En dan hoop ik dat hij dat gewoon allemaal optelt natuurlijk bij wat we er net deden. Dat zou nice zijn. Hier hebben we Dodio. Die gaat hij beoordelen. Oh, die kunnen we allemaal iets sneller doen. Nice. Nou, dit is niet echt heel veel punten. Deze Miauw. Dit is toch een awesome picture, of niet? Deze is volgens mij echt heel tof. Ja, kijk, de size is sowieso beter. De pose, ja, de pose is awesome. 1000 punten voor de pose, jongens. De techniek, is die in het midden?
Yes, hij is in het midden. Dus dan krijgen we dubbele punten. Super nice. Zoveel beter dan de vorige keer. En de oude foto gaat weg. Hier hebben we Lapras. How's the size? Ja, dit is allemaal niet zo best, dat weet ik. Maar we hebben in ieder geval een Lapras op de foto gezet. Deze Eevee vind ik wel echt heel erg leuk. En ik hoop dat de professor dit ook gewoon tof vindt natuurlijk. 1000 punten voor de pose. Yes, yes. Nice. Hij vindt hem tof. De techniek is ook goed. Dus krijgen we weer dubbele punten voor. En als het goed is, mogen we strakjes dan door naar het volgende level. Maar eerst nog even deze Kangaskhan. 530 punten voor de size. De pose is natuurlijk niet goed. Daar kan ik nu nog niks aan doen. Dat wordt later allemaal beter. Oké, hoppakee. 8 soorten Pokémon hebben we gevonden. Dus ik ben eruit. Welcome back. You are doing a fine job, Todd. Choose go to course. En dan kunnen we volgens mij door naar het volgende level. Dat is de tunnel. En die komt in de volgende aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog als je deze serie tof vindt. Abonneer op mijn kanaal als je meer Pokémon video's wil zien. En dan zie ik jullie later. Mazzel!